Deze jaren zijn vertrokken voor de ronde finale hier in België. We zien dat een goede start van Stijn Belangrijk. Ook Jo de Prins zit er goed bij daar aan de hand. Maar we gaan over aan de buitenkant met een van de roepers hier in het veld. Dus dat is Tristan Roosmalen die daar goed over. Het is inderdaad Tristan Roosmalen. Hij is ingezet met Stijn Belangrijk om de toppositie. Maar dan staat buitenland Jo de Prins. Die 200 die zegt op een been en Jay de Prins gaat er mee heen. Voorlopig op dan pakt hij die koppelzicht hier bij de 7-jarige. Daarachter dan toch die strijd hier met zijn Roosmalen en Langerijs op die tweede positie. Die twee vechten al de hele race met elkaar. En wie daarvoor profiteert is Jay de Prins. Want hij kan er zo goed tussen, zegt daar een tijdsprintje. Het uitsprintje van Roosmalen. Die Prins toch nog op te passen hoor. Komt de Roosmalen eraan. Het uitsprintje richting de finish. En de jury mag het zeggen. Ik denk dat Jay de Prins een Langerijs pakt wel die derde positie. Net voor die andere moet het op zich in de plaats staan. Maar het ziet dat die kan worden.